We zijn vandaag aanwezig op een scheepswerf in Werkendam, waar we kennis mogen maken met volgens mij een heel bijzonder schip. Waar zijn we vandaag terechtgekomen? Dit is het schip De Alvenaar. Dat wordt gebouwd voor Heineken. Wij gaan niks anders dan Heineken bier vervoeren vanaf Alphen aan de Rijn naar Rotterdam en Antwerpen. Ja, en heel duidelijk te zien is dat het schip nog volledig in aanbouw is. Waar komt het ontwerp van dit schip vandaan? Het ontwerp heeft Concordia Dame heeft dat gemaakt. In samenwerking zijn we nu aan het afbouwen met de CCM3. We zijn in januari begonnen en in eind april, begin mei, dan zou het schip klaar moeten zijn. Ja, er is nog een hoop werk te verzetten, is goed te zien. En wat moet er zoal nog gebeuren om het schip vaak klaar te krijgen? Nou, het schip is in Roemenië gebouwd. Toen is het kaal casco hier naar Werkendam gekomen. Daar wordt alles er gewoon opgezet. Elektriciteit, voortstuwing, sturen, ramen. Verzin het maar. Als het straks schip klaar is, zit er ongeveer 14 kilometer kabel in. En de voortstuwing wordt volledig elektrisch. Het wordt wel waarschijnlijk heel bijzonder, omdat wij volledig een heel stuk kunnen gaan doen, emissieloos varen, omdat wij accupakket aan boord gaan krijgen. En dat wordt een wisselcontainer, zoals daarvoor op daartussen komt te staan. En dan zouden we een uurtje of zes volledig emissieloos kunnen gaan varen. En die 6 uur, dat moet dan voldoende zijn voor een bepaalde reis, een bepaalde afstand? We zouden eventueel naar Rotterdam kunnen varen. Dan zou daar een wisselcontainer er weer uitgaan. En dan weer terug een volle container terugkrijgen. En dan kunnen we weer terugvaren naar Alphen toe. Dat is een beetje het idee erachter. Ja, wat is het dan eigenlijk, een soort van pendelschip? Het doet 1 trek op een dag ongeveer. Als je naar Rotterdam gaat, in Alphen doen we losse laaien. Daar zijn we een uurtje of 6 bezig met losse laaien. Dan naar Alphen, naar Rotterdam varen. Daar ben je ook een uurtje of 6 mee bezig. Dan moet de schipper ook nog wel eens een keer slapen tussendoor. Dus dan ben je ongeveer 24 uur ben je met 1 zo'n reis bezig. En hoe gaat het dan met de bemanning? Blijven die aan boord? Stappen die op en af? Ja. De bemanning, er zitten hier 2 ploegen aan boord. Die doen 14 dagen op, 14 dagen af. En de kapitein zit dan echt gewoon 14 dagen aan boord. En dan doet hij zijn rondjes. Maar altijd op datzelfde stuk van Alphen naar Rotterdam en weer terug? Of naar Antwerpen toe. Dat gebeurt ook nog wel.